Wij van de VHP hebben als standpunt dat we in een rechtsstaat leven. En een rechtsstaat ligt het laatste woord altijd bij de rechter. Ongeacht wie, ongeacht welk orgaan, welk besluit heeft genomen in een rechtsstaat, is het laatste woord altijd bij de rechter. En laten we alles doen als land, als natie, om die rechtsstaat te beschermen. En laten we alles doen dat de rechterlijke macht onbelemmerd, ongestoord, onbevreesd in alle vrijheid en alle onafhankelijkheid haar werk kan doen, voorzitter. De standpunt. Er is in ons land verzuimd om controlemechanismen binnen de rechterlijke macht in te bouwen. Daardoor is het heel duidelijk geworden dat de rechterlijke macht de enige macht is in het land die aan niemand en dan ook niemand verantwoording verschuldigd is. Deze situatie zal moeten worden gecorrigeerd door de instelling van een instituut zoals een Hoge Raad en Hof van Cassatie, zoals in goed georganiseerde landen gebruikelijk is. Dit zal uiteraard bij wet moeten geschieden. Wat de specifieke situatie rond het 8 december strafproces betreft, moet het volgende wel voor iedereen duidelijk zijn. In de rechtszaal kan de rechterlijke macht misschien de wet naast zich neerleggen en doen wat ze wilt. Buiten de rechtszaal echter geldt de wet. De amnestiewet wordt zoals alle wetten gerespecteerd en gehandhaafd. Als gevolg hiervan zal welke uitspraak dan ook niet legitiem zijn en als zodanig onuitvoerbaar. Voorzitter, het standpunt van de politieke organisatie ABOP, met name de ABOP-fractie in het parlement, is dat de rechterlijke macht alle ruimte moet krijgen om vrij hun werk te doen. Wij hebben geen enkele boodschap aan bedreiging van wie dan ook, van welke fractie dan ook, want tot op heden is het die rechters die we hebben, die jaar en dag het werk voor ons doen. Dus niet wanneer het om specifieke geval gaat en dan gaan we bedreigingen uiten, alsof wanneer er een uitspraak gaat komen dat er buiten de rechtszaal dat niet nageleefd gaat worden. We doen een beroep op een ieder om het hoofd koel te houden. Laten we de situatie afwachten. Maar niet vooraf proberen om obstructief gedrag te tonen, zodat de rechters hun werk niet naar behoren kunnen doen. Het standpunt van de Doe-fractie en de Doe-partij is duidelijk. Wij hebben al van meet af aan ons verzet tegen aanpassing van de amnestiewet op basis van artikel 131 het lid 3. En op diezelfde basis hebben we ook ons protest aangetekend bij het inzetten van artikel 148. Dat is zelfs ook nog de directe aanleiding geweest voor de breuk met de huidige coalitie. Ik denk dat het belangrijk is om in deze de rechterlijke macht alle ruimte te geven om het proces af te ronden. En wij vinden dat op dit moment voor Suriname dit de rechterlijke macht is waarmee wij moeten dealen. En van daaruit het noodzakelijk is dat wij respect tonen voor dat wat in het proces zich voltrekt. Onafhankelijk. Ik wil niet zeggen, voorzitter, dat wij naast elkaar moeten leven. We zullen met elkaar moeten leven. En daarom vinden we het jammer dat we op deze manier met elkaar omgaan. Ik zal het kort houden in die zin dat de regering zal evalueren en handelen. Dank u wel.